Ik ga vandaag aankondigen dat we met een internationale beweging gaan beginnen. De International Freedom Alliance, de Geert Wilders International Freedom Alliance heet die zelfs. En dat is een internationale organisatie die zich richt op, ik zal het eerst in het Engels zeggen, twee punten, defend freedom and stop islam. Het verdedigen van onze vrijheid en het stoppen van de islam in de westerse wereld. Dat wordt een internationale organisatie. Wij gaan ons eerst op een vijftal landen richten. Canada, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Ik zal ook in al die vijf landen het komende half jaar gaan spreken en dat aan gaan kondigen. En ik hoop dat dat een enorm succes wordt. Het is namelijk niet alleen een Nederlands probleem dat onze vrijheid wordt beknot en dat de islam oprukt. Dit is een probleem van het hele Vrije Westen. En het is een probleem wat steeds meer mensen, of het nou in Nederland of in Denemarken of in Frankrijk, zien. Maar de krachten komen niet samen. En als wij die krachten kunnen bundelen en mensen kunnen helpen om dit geluid te verkondigen en ook politiek en maatschappelijk wat in hun land te kunnen veranderen, dan zou dat iets fantastisch zijn. Dus het is een nieuw initiatief en ik verwacht daar bijzonder veel van. Mijn basiswerk en verantwoordelijkheid ligt natuurlijk in Nederland. Hier blijf ik 99% van mijn werk doen. En ik zal hier in Nederland in het parlement knokken voor die 1,5 miljoen stemmers. Maar mensen in Nederland weten ook dat het niet alleen een Nederlands probleem is. Dat het een probleem is van het hele Vrije Westen. En om daar ook wat energie in te stoppen is meer dan de moeite waard. Met dit nieuws is het heel hoogstwaarschijnlijk dat u waarschijnlijk de hele moslimwereld op uw dak krijgt. Bent u daar klaar voor? Ja, daar ben ik klaar voor. Dat is, ik realiseer me dat heel goed. Het is niet mijn intentie. Mijn intentie is nooit om andere mensen op het dak te krijgen. Maar ik vind wel dat ik ook een verantwoordelijkheid heb die verder strekt dan alleen maar Nederland. En ik vind dat wij het stoppen van die islamisering en het knokken voor die vrijheid, voor u, voor mij, voor journalisten, voor vrouwen, voor mensen die uit de islam willen treden, voor kinderen, voor wie dan ook, dat we die serieus moeten nemen. En ik wil daar ook mijn nek voor uitsteken. En wij gaan dat op een hele professionele manier doen, nogmaals. We gaan in allemaal verschillende landen gaan we dat aanpakken. U gaat het debat ook aan? Ik ga het debat ook aan. Ik ga de moslim al die landen toe. Zeker. Maar dit moet meer op een internationaal niveau worden aangepakt. Dat zal in heel veel landen niet op applaus kunnen rekenen. Maar er mag geen reden zijn om het niet te doen. Van waar is dit het moment om daarmee naar buiten te treden? Nou ja, ik wil aangeven dat we daarmee komen. Er kan ook daardoor steun voor komen. U heeft het over mensen en landen die ongetwijfeld ook heel boos zullen worden op het initiatief. Maar er zullen ook heel veel mensen zijn die dit een fantastisch initiatief vinden. Ik denk dat we net na mijn proces, wat als het goed is in november is afgelopen, daarmee zullen komen. Maar mijn vraag is even, waarom brengt u dit nieuws vandaag op dit moment, terwijl u midden in de besprekingen zit? Oh, ik had het ook vorige week of over een maand kunnen doen. Ik bedoel, dat is nou, dat is, daar zit geen. Tot nadat er een nieuw kabinet. Dat had zomaar gekund. Dit heeft er niets mee te maken. Kijk, op het moment dat ik in een kabinet zou zitten zelf, dan zal ik, behalve dat die organisatie mijn naam draagt, mij verder daar niet mee bemoeien. Dus dan treed ik daaruit terug en dan doe ik niks. Dus dat staat het helemaal niet in de weg. En als ik in de oppositie zou komen, dan zal ik daar actiever in zijn. Dus het maakt niet uit voor een kabinetsdeelname. Veiligheid, dat komt nog meer in het geding na dit nieuws. Ja, ik hoop dat niet. Dat kan natuurlijk heel goed dat dat zo is wat u zegt. Nou ja, kijk, als ik in de afgelopen 6 jaar dat ik bijna die beveiliging heb, iedere keer als ik wat zeg of wat wil doen, rekening zou hebben gehad met mijn veiligheid, dan zou ik naar huis kunnen gaan, me in de slaapkamer opsluiten en de hele dag in bed liggen, naar de televisie zitten kijken. Nou, kan het best leuk zijn voor een dag, maar dat is toch niet wat ik van plan ben. Dus je moet niet altijd, of eigenlijk altijd niet, dat als leidraad laten zijn. Je mag, het kan het wel mee laten wegen, maar je mag niet dingen laten omdat je bang bent voor je veiligheid.